Hoeveel tikken kan dit PSV nog, zich nog permitteren? Nou, ik heb net tegen een collega gezegd dat we weinig tikken meer kunnen krijgen, omdat we dan veel te veel achterop raken. En dat willen we niet. Dus daarom is deze uitnederlaag echt uitermate zonde. Helemaal na donderdag, wat een goed gevoel. Ik denk dat je dat de eerste 60 minuten ook laat zien. En alleen daarna, we gaan meer de mouw opstropen en we komen er niet echt meer onderuit. En je had jezelf al moeten belonen door op 0-2, 0-3 te moeten staan. Nou, dat doe je niet. Ja, en dan krijg je een corners en vrije trap en de score is twee keer uit. Ja, dat is een bekend gegeven bij PSV dit seizoen. Ja, weet ik eigenlijk niet of we daar heel veel uit tegenkrijgen. Maar het is wel zonde dat je zo verliest. Ik bedoel eigenlijk ook de wedstrijd, de knock-out niet kunnen uitdunen en dan uiteindelijk toch nog de deksel op de neus krijgen. Ja, maar dat is twee kanten op. Je moet op de nul kunnen spelen, waardoor je gewoon die wedstrijd over de streep trekt. En aan de andere kant, je moet hem uitbouwen, waardoor je tegenstander geen vertrouwen meer geeft om die wedstrijd nog iets te kunnen klaren. Ja, bij NAC slaan ze zich op dit moment op hun knieën. Die snappen er niks van dat ze deze wedstrijd hebben gewonnen. Ja, het omgekeerde gevoel zal bij jullie dan zijn. Ja, precies. En hoe voelt dat in een fase dat je het je eigenlijk niet kan permitteren? Ja, dat is heel teleurstellend. Je hebt er eigenlijk weinig woorden voor. Je voelt je te neergeslagen omdat je het gevoel hebt dat je de wedstrijd zo controleert en domineert ook. Dat je ook kansen creëert en dat je gewoon die wedstrijd moet beslissen. En dan krijg je met een corner en een vrije trap deksel op de neus. Ja, heb je gedurende de wedstrijd het gevoel gehad van dit zou wel eens door de vingers kunnen laten glippen? Nou, na 70 minuten voel je wel van hun krijgen meer de tweede ballen omdat ze schieten al die ballen diep. In het begin ging dat nog wel, dan vingen we ze op en dan gingen we doorvoetballen. En creëerden we ook weer veel mogelijkheden, ook de tweede helft. Maar dan op een gegeven moment voel je van ze krijgen nu wel heel veel standaard situaties. En dan weet je dat het ook een keer fout kan gaan. Maar dan nog, je maakt afspraken met elkaar. En als ze dan persoonlijke duels verliezen, dan is het zonde. Ja, PSV is een topclub. Wel een topclub met een nieuwe opbouw, zeg maar. Een jeugdig team, veel krediet. Wat is er nodig als er wel de pleuris uitbreekt bij PSV? Want als je naar de ranglijst kijkt, dan staat PSV op een plek waar het natuurlijk qua naam niet thuis hoort. Nee, dus ik vind dat PSV gewoon hetzelfde moet doen als dat ze altijd doen. Die status moeten we gewoon waarmaken. Dus als we niet staan waar we horen, dan moet daar consequenties aan volgen. Dus voor ons als team, wij moeten voelen dat we onder druk staan. Dat hoort bij PSV. Ja, en wat zijn die consequenties? Nou, wat zijn die consequenties? Je moet voelen dat je nou druk hebt. Dit is niet acceptabel voor PSV. Heb je het idee dat het krediet ook onderling een beetje aan het weg eilen is? Want ik merk een hoop frustratie na deze wedstrijd. Ik hoop een hoop woede. Er wordt ook gewezen naar spelers van dit ging fout en dat ging fout. En dat heb ik de afgelopen weken minder bij PSV meegemaakt. Nou, maar het is logisch dat als je een periode zit waarin je verliest, dat je elkaar op dingen gaat wijzen die niet kunnen. En dat is niet zo erg. Alleen als dat uit negatieve energie en frustratie naar een wedstrijd, dan moet je daarmee oppassen. Omdat je vaak dan dingen zegt die niet gecontroleerd zijn. Aan de andere kant hoort dat er ook bij. En laat het maar een keer gaan. En laat het maar gebeuren. Want wij kunnen ook niet met elkaar lopen lachen nu. Want het is gewoon een vervelende situatie waarin we zitten. Een vervelende situatie na een bizarre voetbalmiddag. Ja, ik denk dat als je zo met z'n nog 10 gespeeld hebt, 9 wint.